N-VA heeft dus een aantal voorstellen bekendgemaakt waarmee ze naar de kiezer trekt volgend jaar. Het gaat om aantrekkelijke zaken voor de mensen, zoals een belastingvrije eindejaarspremie, kinderopvang 100% aftrekbaar maken en ga zo maar door. Ik praat erover met N-VA-ondervoorzitter Steven van de Put. Goedemiddag, meneer van de Put. Zijn dat het soort voorstellen waarmee de N-VA de kiezer zal proberen te verleiden, omdat u weet dat dat confederalisme van Bart De Wever dat niet zo veel mensen aanspreekt? Wel, het komt er eigenlijk op neer dat we gewoon willen dat de Vlaming gelukkig is, dat die kan werken, sparen, ondernemen, daar ook voor beloond en erkend wordt. En in dat kader is uiteraard confederalisme echt nodig, maar zolang als dat niet kan, zullen we natuurlijk een aantal zaken wel sneller vooruit moeten schuiven, waaronder een aantal drastische belastingsverlagingen. Ja. Ik denk dat confederalisme een absolute noodzaak is in dit land. Kan vandaag gewoon niets meer beslist worden. Kijk maar naar het huis hiernaast, de Kamer. Daar loopt geen pensioendossier, daar loopt geen pensioen dat ondernemen gemakkelijker maakt. Loopt eigenlijk geen dossier vandaag om effectief die belasting een keer aan te pakken en te brengen op maat. Maar u gelooft blijkbaar niet dat dat een werven het verhaal is dat de kiezer ertoe zal brengen voor N-VA te stemmen? Wel, dat is uw interpretatie. Het confederalisme is nooit een doel aan zich geweest. Het is juist een middel om te komen daar waar we moeten zijn. Dat is een welvarend, een warm Vlaanderen waar mensen welkom zijn, waar we inclusief zijn, waar we kunnen zorgen voor elkaar, maar waar ook iemand die initiatief neemt daarvoor beloond wordt om dat initiatief te nemen. Daarvoor moeten we meer dingen in eigen handen krijgen, maar we willen daar ook concrete voorstellen over doen, over hoe we dat juist zien. Ja, warm Vlaanderen, zegt u. Er staan toch wel ook een aantal harde voorstellen in. Als ik zie het leefloon, niet meer voor nieuwkomers. Ze moeten eerst 5 jaar wachten. Het leefloon moet ook voor iedereen naar beneden. En het zou deels moeten uitbetaald worden in maaltijdchecks. Hoe moeten we dat begrijpen? Wel, hoe je dat best begrijpt is dat we eigenlijk vooral willen inzetten om zoveel mogelijk mensen toegang te laten vinden tot onze arbeidsmarkt. Er zijn een heel pak beperkende maatregelen op het vlak van de kosten voor de ondernemingen, op het vlak van hetgeen wat uiteindelijk de werknemer in handen krijgt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we moeten zorgen dat werken altijd interessanter is, beter is voor de betrokken persoon. En in dat kader doen we dit soort voorstellen. Het is trouwens niet zo dat het allemaal keihard is. Dat zijn zaken die met goede begeleiding kunnen gaan. En men vergeet altijd te vermelden dat iemand die wel zijn best doet, daar ook voor beloond wordt. Ja. Maar bedrijven, lees ik ook, die niet in orde zijn met hun belastingen, die moeten voor hun eerste fout geen boetes meer betalen. Ja, wil N-VA belastingontduiking of fiscale fraude aanmoedigen? Absoluut niet. Het gaat juist niet over ontwijking of ontduiking. Het gaat over kleine foutjes die ook u en ik kunnen maken in zo'n belastingsaangifte. En het is toch wel erg als iemand die startend is, welwillend, en het is ook dat, je moet altijd de volledige teksten lezen uiteraard. En hier gaat het specifiek over een fout die overduidelijk te goeder trouw gemaakt is. Wel, daar is het vaak zo dat de fiscus de houding heeft van kijk, ik leg hier ook dadelijk een heel fikse boete op. Wel, misschien is dat wat overdreven. Waar we eigenlijk naartoe moeten, is dat we samen overheid, de fiscus als veruitwendiging van die overheid en de ondernemer of de persoon die belastingsplichtigen is, dat die samen eigenlijk partners zijn in het goed beheer van onze staat. Goed, een ander opvallend voorstel. U wil de dotatie van de deelstaten verminderen wanneer ze te veel begrotingstekort of een te grote schuld hebben. Ja, probeer daar maar eens een meerderheid voor te vinden op federaal niveau. Geen enkele Franstalige zal daar ooit mee instemmen, want dat is natuurlijk op maat geschreven van Brussel en Wallonië, die met grote tekorten zitten. Hè? Wel, het is zo dat je dan natuurlijk wel pleit voor het confederalisme, want ons maakt het natuurlijk niet uit welk beleid zij juist wensen te voeren, maar we stellen vandaag vast dat het PS-beleid dat in Brussel en Wallonië zijn beslag kent, waar men eigenlijk vandaag geld blijft uitgeven dat er niet is en zo schuld op schuld opbouwt, waar men vandaag spreekt over het afbouwen van de versnelling van de schuldopbouw. Allee, je moet zich voorstellen, ik kan het zelf moeilijk begrijpen, maar het gaat er juist over dat je zegt van eigenlijk, als je zelf dat wil, doe maar doe het dan met eigen centen. In het andere geval zal er toch moeten gewerkt worden aan een soort van verantwoordelijkheidsmechanisme. Feit is, een familie die elk jaar opnieuw geld te veel uitgeeft, zal op termijn ook in problemen geraken en kan daarvoor ook zomaar niet rekenen op anderen die dan voor hun gaan oplossen. Ja, maar het probleem blijft natuurlijk dat u voor dat confederalisme, ook als u het op extra legale weg wil invoeren, dat u altijd toch minstens 1 Franstalige politieke partij ook ervan zal moeten overtuigen dat dat een goede zaak is voor hen. En ja, dat lijkt toch redelijk onmogelijk, omdat zij er alleen maar nadeel bij hebben, hè?
Wel, ik stel vast dat er een aantal zaken zijn die men in het verleden ook aan de andere kant van de taalgrens, beslissingen die men genomen heeft, die niet helemaal het effect hebben dat men beoogt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook hun kunnen laten inzien dat soms het heft in eigen handen nemen en effectief ook verantwoordelijk worden voor hetgeen wat je doet, dat dat ook kan zorgen dat het voor jou ook beter wordt. En ik denk uiteindelijk, vandaag, we gaan stilkens aan naar verkiezingen toe, dus het zal moeilijk zijn om vandaag daar heel open over te spreken, maar ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk daarvoor wel partners zullen vinden. Ook aan de Franstalige kant? Wel, ik ben ervan overtuigd dat ook de Franstaligen op een bepaald moment zullen vaststellen dat het zo niet verder kan. En als zij willen het beleid voeren dat zij graag wensen te voeren, dat ze daar ook voor een stukje verantwoordelijkheid voor zullen moeten nemen. Ja. En is het ook niet mogelijk dat, ja, dat ze daar helemaal nooit van overtuigd zullen raken? En uw voorzitter heeft dan ook gezegd, zo'n Zweedse regering, hè, met de MR alleen aan de Franstalige kant, dat doen we ook nooit meer. Ja, is het resultaat dan niet dat N-VA gewoon, ja, op federaal niveau niet meer zal meebesturen? Wel, dat zijn een heel pak hypotheses die je opeenstapelt, die vandaag misschien niet echt aan de orde zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij tonen dat wij een aanbodpartij zijn, dat we het goed voor hebben met de mensen in ons land, dat we daar ook laten zien van kijk, waar gaan we hier eigenlijk naartoe? We hebben gisteren maar de eerste twee luiken van ons congres toegelicht. Dus te zeggen, het stukje economie, het stukje ecologie, het warme Vlaanderen, het veilige Vlaanderen, het vooruitstrevende Vlaanderen, dat komt er nog aan. Dat zijn ook de meer zachte thema's die nog zullen toegelicht worden, maar feit is natuurlijk dat uiteindelijk we zullen moeten zien hoe dat de kiezer straks de kaarten verdeelt en op basis daarvan verder zullen moeten gaan.